Hi, hi, mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Leeuw. Lieve Leeuw, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken na. Laat los als het niet past. Kijk eventueel naar andere readings. Niet iedereen loopt op hetzelfde liefdespad of tijdlijn. Iedereen ook bedankt voor de aanvragen, de likes en de abonnees natuurlijk. Wil je een persoonlijke reading aanvragen, dan is het natuurlijk helemaal afgestemd op jouw energie. Kijk dan in de beschrijving www.revivestro. Ik sta dus onder in de beschrijving. Ga eens kijken wat ik voor energie mag oppikken voor jou, lieve leeuw. Spread your wings. Oké, dat kan een uitdaging zijn om dus vrij te zijn. Om je vleugels te spreiden. Om je eigenlijk naar het licht te brengen, dat pad. Want spirit heeft een plan, is wat ik zie. En het is belangrijk om dat ook te voelen. Ga verleden, heden, toekomst doen. Let wel, de tijdlijn kan verspringen. Dus pak wat voor jou resoneert. Ja, wat ik hier zie, de 5 van pentakels en de 4 van zwaard. Er was ergens een stilstand in, of moest er zijn. Iemand was niet gelukkig in een situatie. Kan op financieel gebied zijn, kan op familiegebied zijn. In ieder geval bang voor verlies. Dat is wat ik voel. En wat ik zie, de 2 van cups. De 2 van bekers. Oeps. De hierofant omgekeerd. Of nou ja, hij lag een beetje zo. Ik ga zo meteen verder vragen, de energie. 8 van staven. En de 8 van pentakels. Oké. Onder op het dek heb ik hier de 9 van pentakels. In je eigen energie komen, in je eigen kracht. Dus independent zijn. Misschien ben je nu independent. Of is het de bedoeling dat je dat gaat doen? Het kan zijn dat je met een connectie te maken hebt waarbij jij misschien mag gaan losbreken. En de koning van zwaarden omgekeerd en de koning of de ridder van zwaarden omgekeerd. En ook nog de Knight of Wands. Wauw. Wat ik voel is dat er misschien ergens een meerdere energieën heersen. Wat ik voel is dat je ergens rust in hebt genomen. Het kan zijn dat je een soort van spirituele connectie had of in een huwelijk zat of een keuze had daarin. Misschien dat je weer een connectie bent aangegaan met een persoon waar je een diepe connectie mee voelde. Maar ik voel dat er iets heerst van niet eerlijk zijn of iemand heeft niet helemaal de waarheid verteld over een situatie. Of het is de bedoeling dat jij spiritueel gaat groeien. In de toekomst zie je communicatie en aan jezelf werken. Dus het is belangrijk om in de toekomst eigenlijk je focus op jezelf te leggen, om jezelf eigenlijk op de eerste plaats te zetten, wat ik hier ook zie met de 9 van pentakels. Je onafhankelijk opstellen is heel belangrijk. Want het is belangrijk om je vleugels te spreiden, wat Spirit zegt. Wat mag ik daarvan weten? De 5 van staven. Dus er kan enige concurrentie zijn. Er kan op je werk zijn of in een situatie waarbij jij concurrentie voelt. Verweer, argumenten. Ja, en de 3 van staven. Of de 4 van staven. Dus de 4 en de 5. Dat kan in een commitment zijn. Dus een huwelijk of een verbintenis waar je in zit. Of zat. Ik ga kijken wat die 5 van pentakels inhoudt. Wil je persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revivestro, mocht het jouw energie zijn en meer informatie willen. De hierofant alweer in het verleden een 10 van staven. Wat ik voel is dat je in een connectie zat of zit en waar beurens waren, waar ontrouw heerste waarschijnlijk. Wat mag ik weten in het nu? Dus je hebt rust genomen of iemand heeft rust genomen. Wat ik wel voel is dat je dol bent gegaan. Dus je hebt veel verdriet gekend. Iemand heeft jou in de rug gestoken, in een connectie, in een huwelijk of in een diepe verbintenis waar jij wel wat langer in hebt gezeten. Het hoeft niet meteen een huwelijk te zijn hoor, maar wel wat een langere verbintenis. Wat ik nu zie met de lovers is een nieuwe cycle eigenlijk. Wat is de hierofant omgekeerd? Ja, er heerst nog iemand, of jij dit bent, of een persoon die onstabiel is. Wat ik al zei, of jij dit bent of iemand anders, maar je ligt wakker. Wat mag ik nog meer weten over die hierofant? Omgekeerd.
Zit iemand misschien nog in een connectie? Kan dat het zijn? Voor sommigen. Ja, de 7 van Pentakels, de wereld. En, of de 7 van Cups, de Queen of Pentacles. Dus het kan echt zijn dat er een connectie heerst nog bij iemand. En iemand weet niet goed hoe daarmee om te gaan. Het is wel belangrijk om een completion aan te gaan. Of het dan met de persoon is of met jezelf. Maar er komt in ieder geval snelle verandering. Er komt een soort van bevrijding. Alleen, wat ik voel is dat iemand niet meer gelukkig is in een situatie. Of jij dit nu bent, of de persoon waar je misschien een connectie mee hebt. Wat ik zie is dat er meerdere opties zijn. Dus iemand zou een optie moeten kiezen om zichzelf te bevrijden. Wat ik hier bij deze kaart zie, dat is weer meerdere personen. Dus iemand zou zich moeten bevrijden uit de connectie wat niet meer dient. Met de 6 van Pentakels, een evenwicht. Wat is die communicatie? Alles in één lijn krijgen. Want alles gaat in één keer heel snel veranderen, is wat ik zie voor je. De 3 van Staven. Dus iemand gaat kiezen. Iemand gaat communiceren dat iemand een ander pad in wil gaan. En eigenlijk verder wil gaan. Een andere weg in wil gaan. Eigenlijk een andere weg in wil slaan. Wat voor weg is dat dan? Ja, een nieuw begin. Dus er kan iemand gaan communiceren dat iemand iets wil gaan verlaten waar verwarring in is op dit moment. Maar wel gaat communiceren dat iemand iets gaat achterlaten wat niet meer dient. Dus een huwelijk of een connectie. Ik zie hier natuurlijk de 4 van Staven en ik zie hier de 3. Dus iemand gaat iets communiceren waarbij iemand een andere richting gaat inkiezen. Het pad wat eigenlijk voor vervulling leidt. Wat tot een nieuw begin leidt, tot stabiliteit is wat ik zie. Wat mag ik weten over die 8 van Pentakels? Dat kan jij zijn of de persoon, hè? Let wel. Ja, de Queen of Cups, wat ik al zei. Iemand gaat liefdevol communiceren. Of jij dit nu bent of de persoon, maar iemand werkt hard aan stabiliteit, is wat ik zie. Ja, en de Knight of Pentacles. Het kan misschien niet heel snel, want ik heb hier de Page of the Knight of Pentacles. Maar wat ik voel is dat de persoon eigenlijk wil gaan bouwen naar een hogere commitment. En dat met liefde doet. Onvoorwaardelijke liefde. En ook gaat vertellen dat de persoon onvoorwaardelijke liefde heeft. Maar dat de persoon ook stabiliteit heel belangrijk vindt. Dat kan dus zijn met een waterteken of aardeteken is wat ik hier zie. Water is schorpioen, kreeft of vissen. En aardeteken is stier, steenbok, maagd. De hoge priesteres. Dus het kan op dit moment nog wat iets heersen van geheimen of duister, of duisternis niet, maar mysterie. Maar wat ik zie is dat er een soort van eind komt aan een situatie, of jij dit nu bent of de persoon. Maar dit gaat over een transformatie, dus iemand zou moeten transformeren, ja, en een nieuw pad ingaan, zie. Dus iemand wordt weer verliefd of iemand gaat een nieuw pad kiezen nadat iemand wel iets moet loslaten, wat misschien best pittig kan zijn. En weer de Emperor, wauw. Dus de persoon voelt waarschijnlijk heel veel verantwoordelijkheden in een soort van connectie waar de persoon aan vast zit. Ik ga nog eens vragen wat ik van dit deck mag ontvangen. Ja, deze heb ik echt zo vaak de laatste tijd. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ga al je gedachten die je misschien niet bruikbaar zijn, brengen naar het licht. En zodat je ook weer ruimte kan creëren voor nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden in je liefdesleven en in je hele leven eigenlijk. Dit is wat ik voor je heb. Lieve leeuw, mocht het resoneren, laat het me weten. Wil je persoonlijke reading aanvragen naar aanleiding van deze reading? Neem dan contact op met www.revibestarot. Wil je geabonneerd worden? Druk dan op de rode abonneerknop op het belletje, zo mis je geen reading en blijf je altijd up-to-date. Ik wens je al het goeds in deze situatie. En ik hoop je snel weer te zien. Doeg!